Op woensdag 12 april werd in Loenen aan de Vecht het 6e VVV-informatiepunt in Stikseveg geopend. Dit VVV-informatiepunt is gesitueerd in Eetcafé De Heren aan de Rijksstraatweg in Loenen. Met het informatiepunt kunnen bezoekers beter geïnformeerd worden over al het moois dat de regio te bieden heeft. De gemeente Stikseveg zet in op meer kwaliteitstoerisme en trekt samen op met organisaties en lokale ondernemers. Ook de informatievoorziening bij ligplaatsen aan de Vecht wordt door de gemeente verbeterd. Door middel van informatie vanuit een speciale informatiekast langs de kade worden bootrecreanten geïnformeerd over de lokale bezienswaardigheden.